Componist Ennio Morricone, 91, overleden na val. De Italiaanse componist Ennio Morricone, bekend van de groot, de battent de glien onze uponatime in de West, is overleden aan de gevolgen van een val. Hij werd 91 jaar oud. De familie van Morricone laat volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera weten dat de met een Oscar bekroonde componist in de nacht van 5 op 6 juli is overleden. Enkele dagen daarvoor werd hij in een ziekenhuis in Rome opgenomen, nadat hij door een vallen heupfractuur had opgelopen. De begrafenis wordt in besloten kring voltrokken. Morricone begon al op 6-jarige leeftijd met het componeren van muziek. In 1961 schreef hij zijn eerste soundtrack voor de film Il Federale. In totaal componeerde hij ruim 500 soundtracks voor films en televisie, waaronder muziek voor films als Onze Uponatime in de West, Den Toegables en de Goot, De Battent de Glee. Hij ontving een Oscar, Golden Globe en een BAFTA Award voor de soundtrack van De Hateful Eight. De componist won daarnaast tientallen andere filmprijzen. Vorig jaar vertelde Morricone in een interview met de Italiaanse krant Il Messaggero dat hij geen zin meer had om filmmuziek te componeren.